Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dank u. Ik heb hier een brief op mijn moeder. Dit is Noordwien. Ah, goeie en welkom bij Noordwien. Jut, we hebben mij een bijzondere gast aan de tafel voor het Omroep Friesland Café. Hij zit al meer dan 20 jaar in het vak. We hebben hem vaak te gast gehoord en ik ben blij dat hij er weer is. Hij zit op de Grutte Festivals, maar een liedje club liet hij echt zeker net rennen. En het leven is ups en downs. Dat geldt zeker voor mijn gast, Jut. Danny Panadero, mooi dat je bent. Welkom. Ja, Willem, hartstikke leuk om hier weer eens te zitten. En zo lekker één op één. Yeah. Hoe is het? Ja, jongen, ik mag niet klagen. Druk in de voorbereidingen voor mijn concert op 29 maart in de Bloemkuterp in Vraneker. Want, nou ja, zoals je weet ga ik dus met een big band optreden op Paaspop in de Schijndel. En ja, daar moet wel even voor gerepeteerd worden. Dus naast mijn al mijn optredentjes sta ik op zondag gewoon in het repetitiehok met een big band te knallen. Hast iets mijn big band van vroeger uit of is dat een beetje groeit zo? Ja, ik heb het ooit eens hier bij jou ook, hè? In Noordwien heb ik eens een keer met de Big Mill big band opgetreden. Dat was toen naar aanleiding van de Fries Straatfestival. Toen hadden we nog, toen stond ik nog gewoon op te treden op het Wietplein voor de Os. Maar ja, dat kan tegenwoordig niet meer natuurlijk, hè? Dat is niet meer, dat podium bestaat helaas niet meer, maar daar heb ik toch een aantal jaren gestaan. En toen wou ik gewoon ook eens een keer even weer wat... Weet je, Willem, je moet luisteren. Ik speel altijd met een band. En hoe leuk is het om te spelen met een band? Live, met andere muzikanten. Samen spelen. Ja, dat miste ik gewoon een beetje. En ik vind het gewoon leuk om met andere muzikanten muziek te maken. Moest dat bot wennen? Maar op een band, alles dit ter feest. Ja. Dus die gehoor en alles, die hele ritme is daarop op stappits. Maar daar is een big band, ja, daar ben je levende meesterkind. Dus ja. Het tempo wisselt wollens. Anders opletten, je moet veel meer opletten. Je bent veel meer bezig met de rest. Misschien moest ik wel meer variëren in timing en dat soort timing, dingen. Ruimte laten voor solo's bijvoorbeeld. Of soms ook een beetje het verrassingselement, weet je wel. Dat dit bijvoorbeeld wat langer duurt. Dat de solo wat langer is. En die vrijheid is met een big band nog best wel lastig natuurlijk. Want dan heb je gewoon een dirigent die ervoor staat. En die bepaalt uiteindelijk. Hè? Dus als die zegt van ja, we gaan nu echt door naar maat 26. Dan gaan we naar maat 26. Hè? Het is natuurlijk wel een big band die ook op blad muziek speelt. Dus ja, dat staat ook redelijk vast. Dus je bent niet heel erg vrij. Maar sommige thema's die kun je gewoon terug laten spelen of door laten spelen. En dat, die vrijheid en gewoon alleen al dat geluid van die blazers achter je. Ja, dat is gewoon kicken. Ja, en toch ben je dan net de baas, de dirigent, bepaald. Wolder, wat kist je in creatieve eye dan wel een beetje kwijt? Oh ja, absoluut. Absoluut. En die vrijheid heb ik ook wel. En het geluk is dat ik de dirigent ook vrij goed ken. En die kent mij ook heel goed. Het is namelijk ook de trombonist op mijn knaller Fuck You. Hè? Ik heb een hit omdat er Fuck You in zit. Heeft hij de trombonnepartijen en de balaas en de bastuba partijen heb hij ingeblazen. Mijn Nederlands wordt kampioen liedje voor het EK WK hebt hij ook ingespeeld. Dus ja, we kennen elkaar al jaren. Erik Roelofsen, hè? Erik Roelofsen van de Glasmer Band. Hè? Die Goyim, ook heel vaak hier geweest. Ja, gewoon een geweldige muzikant. En die voelt het gewoon heel erg aan. En ik heb bijvoorbeeld ook met een harmonieorkestje uit Harlingen hebben we opgetreden. In Harlingen, die een foute bingo met live Danny Panadero, ook voor dat orkest, ook een geweldig orkest, daar staat Erik ook voor te dirigeren. Dus ja, we hadden al wat ervaring, dus, en ook met die vorige big band, hè, met de Big Mill Band. En zo is het een beetje ontstaan. Maar ja, er is mij de hele club uiteindelijk een Paaspop. Ja.
Dat is een groot festival. Dat is zeker een groot festival. Ik had het bij jou in de uitzending nog over 90.000 bezoekers. Maar ze zitten al boven de 100.000 bezoekers. Kijk. Volledig stijf uitverkocht. En ja, ik geloof 120.000 mensen die daar in 3 dagen komen. Zo'n idee om daar mij de big band de del te zetten. Komt dat dan uit zo'n organisatie? Of komt het er zelf mee? Nou, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Willem, ik heb in 2007... Zeg ik dat goed? 2006, denk ik. 2006 heb ik opgetreden. Dat ik mijn liedje Oranje Olé, WK. En dat werd ook wat gesponsord door de Leeuwarden Krant destijds. En ik heb toen opgetreden op het Gouverneursplein. Het was nog een heel gedoe. Ja, mocht niet langer dan zo lang. Ik zei, ja jongens, weet je, een optreden van Danny Panadero, dat is een belevenis. Weet je, dan moet je niet één liedje gaan doen. Want het is het laat als een tang op een varken natuurlijk. Ik moet daar wel even mijn tijd hebben. Je kent dat. Ik bedoel, je wordt niet geboekt voor één liedje. Je wordt geboekt voor in ieder geval wat meerdere liedjes. Dus ik heb het moet dik feest worden, hè? Ja, het moet gewoon een feestje worden. Mensen moeten ook even kijken van, oké, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Hey, dit is leuk. Wat sterker nog, dit is geweldig. En dan gaan we los. Maar dat heb even tijd nodig. Dat duurt 3 liedjes, zeg ik altijd maar. Maar uiteindelijk stond ik op het Gouverneursplein. En bij het Gouverneursplein, voor mij of na mij, waren de jongens van de Loco Disco Show. Ik weet niet of je dat nog wat zegt. Jongens uit Nijmegen. Loco Disco Show, ja, we hadden gewoon een enorme klik in de kleedkamer. Dat klikte. Het jaar erop stonden wij in Franeker. Deed ik de presentatie in Franeker voor Koningsdag. Dat was ook dat Maxima en Willem nog even langskwamen voor het eerst. Dus dat was een hele happening. En toen stonden we ook met de schoenfabriek. Heb ik ook wat meegepresenteerd, geloof ik, met hun. Nou ja, toen was een zaadje geplant met die jongens. Zij zijn van de schoenfabriek. Schoenfabriek is een productiemaatschappij uit Nijmegen. Die doet voornamelijk evenementen. En die hosten de Loco Royal tent. Vandaar ook Loco Royal tent in op Paaspop. En dat is een tent, daar kunnen 5.000 man in of zo. Dat is echt een grote circus tent. En daar komt eigenlijk voornamelijk heel veel gekkigheid. Dus er is een karaoke fanfare. Malle Lamme Frans die gaat daar al zijn liedjes, maar dan in een punkversie doen met de punkband. Ik heb daar vorig jaar gestaan. Nederpop set met een live band. Dat is een plek waar alles kan. Dat is van sambaballen gooien het publiek in tot mensen die uit het publiek. Maar er staat Stuk TV, Frans Bauer, Corrie Konings. Noem het allemaal maar op. Vorig jaar stond ik samen met Lee Towers. Dus nou ja, zo moet je het een beetje zien. En deze jongens die hosten bijvoorbeeld ook de Loco Disco Show. Maar ze doen dus de Loco Royal op Paaspop. En ze hebben de Loco Arena op de Zwarte Cross. En daar sta ik ook al 10 jaar. En daar ben ik een van de mede-presentatoren. Oftewel, zij staan we staan er altijd met z'n drieën te ouwe hoeren. Gewoon kijken wat er gebeurt. En inspringen op wat er gebeurt. En we hebben een beetje een programma. En voor de rest is het voornamelijk ouwe hoeren. Ongelooflijk, hè? En dat na 20 jaar. 20 jaar, ja, inderdaad. Ja. Dat is echt, wat ik al zeg, 2007 daar op het Gouverneursplein. En ja. Nu sta je dus gewoon op Paaspop grote festivals. Aruba, noem het allemaal maar op. Handjes. Ja, handjes. Ja. Waar komt dat eigenlijk bij, dat hele handjes gebeuren? Nou, net eerlijk zeggen. Ja, ik weet niet meer welke artiest het was. Handjes. Er is gewoon een soort ziekte met die handjes. Van die B-artiesten noem ik het altijd maar. Als Tino Martin en noemen ze het allemaal maar op. Als het publiek niet lekker meedoet, dan roepen ze dus tijdens een nummer opeens handjes. En ik was op Schuitjeszeilen in Grauw. Dat was het. Ik stond daar, Schuitjeszeilen in Grauw. En ik moest de volgende dag optreden. De dag ervoor waren we even in het dorp, even kijken, biertje drinken. Takken weer, regende. Stond een artiestje. Die stond daar bloedserieus Angels van Robbie Williams te zingen. Nou, het kon zijn we er. De autotune hadden ze live toen nog niet uitgevonden, zeg maar.
als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat was... angels instead and true handjes. Ik denk, handjes, wat roept hij nou eigenlijk? Nou, en dat ging nog een keer op. Twee keer, tweede keer. Het, kwam weer een coupletje. Kwam weer een refrein. Love in angels and true handjes. Handjes, wat roept die man nou de hele tijd? En toen zei die kerel naast mij, een vriend van mij, die zei... Danny, hij roept handjes. Hij wil dat we onze handjes omhoog doen. Maar het was takken weer. Iedereen stond met de rug naar het podium. Er gebeurde helemaal niks. Maar hij riep wel de handjes. Zo uit de blue, uit het niets. Nou, en het ergste, het allerergste, Willem, was volgens mij, was het die Gio Fanka of zo. Zo'n jazzzangeresje. North Sea Jazz Festival. Een bloedserieus festival. En die was een van de jazz handjes. Ik denk, nee toch? Die gaat toch niet op het North Sea Jazz Festival tijdens een nummer roepen... ik wil die handjes zien en waar zijn die handjes? En nou die handjes in de lucht. En nou moeten jullie dit en nou moeten jullie dat. Zitten mensen toch helemaal niet op te wachten? Als mensen niet meedoen, moet je gewoon bij te zingen, zeg ik altijd maar. Moet je niet vragen om die handjes. Dus ik heb er een hele act van gemaakt, alleen maar voor een nummer of na een nummer. Maar nooit tijdens een nummer. En degene die het snelste het liedje op de handjes omhoog doet... voor een nummer of na een nummer, die wint... Door is die hele ding van het dier op bumpersticker. Bumpersticker. Ja, wie wil die ja, niet? Kijk jongen, voor op je... Ja. Daar ja, wat rij je. Dank u wel. Ja, ik weet geen idee. Ik ben net zo'n merk vers. Nee, hè? Nee. Ja, doe maar wat. Er zit een stuur in. Oh ja, nou ja. Ja. Ik zeg altijd maar zo, kom naar Dennis Autopaleis. Ja, ja. Dat geeft ook een wie het weinig hoe houden. Ja. Hartstikke weer gedonderen hoor, maar goed. Straks het Danny Autopaleis. 20 jaar ervaring. 20 jaar feest met Danny Panadero. Maar het had ik een degelijk serieuze kant. Want er is een knappe moelharpspieler. Ja, ik ben uiteindelijk, als een jong mannetje had ik op een gegeven moment, kreeg ik, een duur instrument kon ik gewoon niet krijgen. Vanuit huis uit, weet je, ik wou een gitaar, is het niet een piano of iets. Nou, dat zat er allemaal niet in. Dus dat werd gewoon, een mondharmonicaatje, weet je wel. Wat was het toen? Mooi ding trouwens. Wat voor merk je dit? Ik speel... dit zijn Special 20's. Oké. Okay. Van Hohner. Ja, Hohner is het merk, hè? Dat is voor mij in ieder geval wel het merk. Je hebt sommige dingen, daar speel je. En dan had ik bijvoorbeeld een merk. Ik speel. Wat gebeurde er? Ja, weet je, je moet er een beetje goed uitzien. Jij ook, je hebt de snor. Ja, je hebt alleen een baardje nog, hè? Ja, en ik maak me eens maar. Ik heb een snorretje. Ja. Yeah. En dan was ik aan het spelen, ging die snorharen kwamen hier tussen. Bij het andere merk. Ja. Dus elke keer als ik dan aan het spelen was, auw. Nee, daar zie je niet op te wachten. En met deze zijn mooi glad. En ik laat ze dus customizen. Deze zijn speciaal gemaakt. Ik heb deze kerel, die maakte het ook uit Engeland. Maar ja, daar zit je weer tegenwoordig met dat... Brexit verhaal. Och, ja. Man, wat een ellende. En hij had het veel te druk. Ja. Dus... Blaas er even niet een keer op voor de mensen die het radio luisteren en geen beeld behaal. Top, je voor denken aan een noemer, we waren draaien gingen van die. Want dat had hij omgezet om in ieder geval dit instrument te broeken. Een noemer van de Jay Giles Band. Maar eerst nog even naar de vlieger. Want we hiepen hem bij André Hazes. Jazeker. Op uw verzoek. Ja. Ja, prachtig noemer, fantastisch artiest. Schitterende artiest, fantastische stem. Familie Hazes hoort dus nog steeds bezig. Ja, die houdt ons nog steeds bezig. Kijk, ja, er moet toch ergens geld vandaan komen. Want ik zit altijd te denken bij die Hazes. Want die vrouw van hem, die zit natuurlijk met die centen en toestanden en zo. Maar dan denk ik ook, ja, de meeste liedjes heeft hij natuurlijk nooit zelf geschreven. Nee. Ja, de meeste liedjes heeft hij wel de tekst zelf geschreven. Maar de liedjes zijn van oorsprong natuurlijk van iemand anders. Dus hoe vaker dat liedje gedraaid wordt, hoe meer diegene krijgt van het nummer, lijkt mij. Daar zit wel business in. Of er is een goede deal afgesloten, dat ken ook. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar in principe, als je een liedje van iemand anders gebruikt, is die andere degene die het geld verdient. Via Buma Stemra en dat soort dingen. Lijkt mij. Maar goed, dat geheel terzijde. André Hazes, ja, wat een stem, wat een man, wat een icoon. Als je de vlieger ook hoort, alleen al de galm op zijn stem. Dat geeft ook al iets. Ja, ik hou ervan. Ik ben er dol op. En niet dat ik me met hem wil vergelijken, hoor. Totaal niet. Want we hebben een totaal andere stem en een ander stembereik. En
moet je ook niet willen. Maar qua intensiteit van nummers, ja, ongelooflijk. De Jay Gels Band. Whammer Jammer. Ja, ik hoorde dat. Ik denk, kan je dat halen uit de mondharmonica? Hoe doet hij dat? En ik ben dan iemand die gaat gewoon oefenen, weet je wel. En, ja, het is misschien wat technisch, Willem. Maar ik kan je een beetje uitleggen misschien, als je dat geïnteresseerd bent. Ja, graag, graag. Dat noemen ze de tongblokking. Tongblokking. Tongblokken, nou, kijk. Er zitten hier allemaal gaatjes. In het beeld, zie je? Gaatjes. 10 gaatjes. Nou kun je, als ik dat gaatje wil blazen en het vierde gaatje, dan hou ik die middelste twee, daar hou ik mijn tong op. Let op. Probeer, hè. Hoor je twee tonen, hè? Laag en een hoge. Als ik mijn tong eraf haal, hoor je ze alle vier. Ja. Als je nu met je tong de hele tijd die twee weghaalt, of het dicht houdt en weer open, dan kun je een bepaald ritme krijgen. Hoor je het? Ja. Nou, dat is wat met je, ja, met je, het is ongelooflijk wat die doet met dat tongblokken. Hè? Dus het is voortdurend. Die ritmes, dat doet hij dus met zijn tong. Ja. Tot het hele spectrum. Hij gebruikt elke toon. Hij zit zelfs in de hoogte. Hoor je ook op een gegeven moment. Nou, dat was voor het eerst dat ik die laatste twee durfde in te blazen. Ja, ja. Ik denk, ja, dit, dat ging me wel goed. Tot dat de helft ging me goed af. Maar dat rest, oh. Nou, ja, 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 ja. Mensen moeten het horen. Het is virtuoos. En het is ook. Je hebt andere, Jason Ritchie bijvoorbeeld, is ook een wonderlijke mondharmonica speler. Maar dat is eentje die heel erg op techniek en heel erg in de hoogte en heel veel doet. En hij is juist ook weer eentje die het heel simpel houdt. Kortom, vanaf dat moment ben ik, ja, ga je oefenen, oefenen. Ja, lekker, lekker, lekker. De Jay Gels Band, Whammer Jammer. En wie hadden we nu gezocht? Want we hingen even wat discussie onder de plaat. Welk album? Maar het is Full House. Full House, ja. Ik kreeg ooit een LP voor mijn ogen. Full House van de Jay Gels Band. En ik kwam dat nummer tegen. En ja, dat is gewoon bijzonder. Hetzelfde als met Little Walter bijvoorbeeld. De mondharmonica speler. Ook een, nou ja, dat is eigenlijk de koning, zeg maar. Daar heeft Magic Dick ook een heleboel van afgehaald. Zeker ook dat tongblokken bijvoorbeeld. Maar dat je dus een heel nummer gewoon met alleen mondharmonica kan spelen. Hè? Dus dat het interessant blijft. Dat heeft. Ja, ik kreeg direct zoiets. Dat wil ik ook kunnen. Wat wie er eerst? Muziek à la Jay Gels Band of muziek à la André Hazes en het Nederlandstalig? Eigenlijk een Nederlandstalig. Ja, is daar een beetje mee begonnen? Ja, daar is wel een beetje mee begonnen. En later is het ook een beetje die rock'n'roll en de dergelijke. Beetje bluesy-achtig. Blues, ja, ja, goed, ja, daar ontkom je niet aan met de mondharmonica. Dus, en dat vond ik ook wel leuk om later te ontdekken dat ook een André Hazes een enorme bluesliefhebber was. Ja. Dus hij heeft ook nog met in die tijd dat hij op een gegeven moment die hoed droeg en die grote bakkenbaarden en die zonnebril. En hij mocht op een gegeven moment van zijn label mocht hij Ian Blues album meidje. Dat weer echt uitzonderlijk. Uitzonderlijk. Totaal even uit de comfortzone. Maar oh, daar had hij toch ook een geweldige stem voor ook. Ja. Ja. Ja, hoe ben je er ook in roegelen? Hoe is dat gingen? Ja, het was, ik heb een tijd lang vanuit het Amsterdamse ben ik wegens omstandigheden vertrokken naar Torremolinos. Naar Spanje, want ik moest er echt even uit. Ook gezien alle andere toestanden. En ik zat te denken, ik moet gewoon weer wat doen. En ik ben uiteindelijk, ja, dat is het een beetje het gekke. Dat is ook mijn binding die ik heb met Leeuwarden. Dat is een van mijn eerste optredens, is uiteindelijk weer geweest in Leeuwarden. Ik vergeet het nooit weer. Dat was nog bij Johnny. In de, wat was het, Tweege Zusters. Ik zei, Johnny, ik moet weer wat gaan doen. En hij zei, nou, weet je wat, kom je bij mij in de kroeg? Ik weet het nog wel. Kwam ik daaraan. Drie zangeressen, danseressen had ik er nog bij. De Torremolinos. Zagen er fantastisch uit. Korte rokjes.
mooie haartjes, alles goed opgemaakt. En ik weet nog dat ik bij de deur kwam. En dat de portier die wou me erin laten. Toen sprong Johnny, die sprong over de bar. Die rende op mij af. Naar die portier toe. Dit volk wil ik er niet in hebben, zei hij. Die pooier komt er niet in. Ik zeg, Johnny, ik ben het. Oh, verrek, ben jij het, zei hij. Oh, kom maar gauw in, zei hij. Danny, kom gauw naar binnen, weet je wel. Maar dat was voor het eerst dat hij een artiesten klinkt. Ja, dat was voor het eerst dat hij mij zag natuurlijk. Het was allemaal telefonisch gegaan. Het was allemaal hartstikke leuk. Joh, gaan we doen. En uiteindelijk stond Johnny bijna met een honkbalknuppel. Zo van, dit wil ik er niet in hebben. Naar de hele tent op zijn kop gezet. Regelmatig ook nog wel in de pastorie. Later heb ik de pastorie over. Ben ik ook nog wel een paar feestjes gehad. Privéfeestjes. Ja, dan gaat het aan het rollen. Dan stond ik op een keer in de Prins H. Dat is ook in Leeuwarden. De kroeg bestaat nog steeds. Daar ook nog wel in de vensterbank staan zingen. Ja, jongen. Ja, zo gaat het van kwaad tot erger. En uiteindelijk, ja, dan sta je... Amsterdam, Tormolinos. Mm. Een logische afslag gaat dan net richting Friesland, hè? Nee. Nou moet ik wel zeggen dat ik heb uitgezocht dat ik toch ook Friese roots heb. Toch wel? Ja, vanuit mijn vaderskant. Ik had altijd al zijn. Die man had dit Fries zoeken. Ja, die ik niet gekend heb. Mijn vader, maar uiteindelijk heb ik dat uitgezocht. En het schijnt dus dat er in heel ver verleden vanuit Friesland... zijn er natuurlijk heel veel mensen ook vanwege het werk en dergelijke... zijn ze naar Amsterdam vertrokken. Ja. Dus vanuit die kant zitten dus de Friese roots. Voor de rest is het zo plat als een dubbeltje. Maar, wat hoe versteert het Friese tussen? Ja, ik versta het inmiddels. Ik heb natuurlijk zeker met het scootje Schiele. Ik kan het inmiddels uitspreken. Ja, okay. Ik sta al sinds 2000, moet ik even niet liegen, 2007 denk ik al, elk jaar in het prachtige dorpje Langwier. Langwaar. Langwaar, inderdaad. Langwaar sta ik bij de tapperij voor, sta ik al elk jaar op te treden. Ja, behalve met Corano of dat soort ellende. Maar normaal gesproken sta ik daar elk jaar. Eén keer niet. En toen dachten ze van, nou, moet volgend jaar maar wel weer. En ook dit jaar sta ik er weer, de donderdag, van het scootje Schiele. Twee dagen in Lember sta ik ook al jaren. Maar zetten we de hele sluis zetten we on fire. Hè. Dus... dat is in plaats van Sex on Fire zie ik altijd deze sluis is onveilig. Want het is een heel klein sluitje, levensgevaarlijk, al die boten erin. Er gebeurt altijd wel wat, allemaal de dikke ellende. Maar het is altijd wel gezellig als ik erbij ben. Dan staan mensen wat minder hard te schreeuwen en te schelden dan ze normaal doen. Daar sta ik al de twee dagen. Dus ja, dat Friesland, ik weet het niet. Ik heb inmiddels ook een bootje gekocht van een metertje of 30. En ik mag graag in Friesland zijn. Maar we gaan weer muziek draaien. En ik ga natuurlijk de horrorvragen aan Dijs stellen. Want het wordt 5 plaat nu, zie je. En de meeste muziekliefhebbers komen meestal bol op 50. Maar goed, ja. Dan heb je toch een keuze in meisje. Saturday Night. De grote hit van Herman Brood. In dit geval met de uitviering van de Big Band. Nou ja, het lijkt voor de hoorn. Ja. Maar lees het toch even uit. Waarom specifiek Herman Brood, dit nummer en de Big Band? Nou, je gaat op een gegeven moment met zo'n Big Band op zoek naar nummers. En... de echte klassieke Frank Sinatra, Big Band nummers. Ze zijn allemaal hartstikke leuk. Maar weet je wel, om voor de 100ste keer Fly Me to the Moon te gaan doen. Weet je, daar zitten mensen niet op te wachten. Je moet op een gegeven moment ook even daarbuiten stappen. En ja, via Erik ben ik op de Saturday Night uitvoering van Herman Brood met Big Band. Ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed dat hij ook met Big Band had opgetreden. Maar hij heeft zelfs in Groningen nog opgetreden op de Grote Markt. 99 geloof ik zijn de beelden van een fantastisch goede Big Band. En ik moet eerlijk zeggen, Willem, ik vind de stem van Herman op die platen met die Big Band, dat je dan echt qua timing en qua intensiteit, maar ook qua stem, maar ook vooral die timing van hem, dat je denkt, oh, jeetje, wat was dat een geweldige artiest. Herman Brood. Herman Brood, Saturday Night. Had je mooi live, jongen?
Bismolles. Nou ja, ik ben hem in Amsterdam regelmatig tegengekomen. Ja. Ja, dan zat ik daar, zat ik daar in de kroeg. En dan kwam hij aan met die enorme lijkenwagen van hem. En dan werd die werd ook gewoon zo op de stoep neergezet. En dan zat hij, kwam hij naar binnen. En dan was het geen koffie, kopje koffie. Maar dan was het gewoon weer een Grand Marnier wat hij bestelde. Dus daar ben ik hem nog wel tegengekomen. En dan praat ik over begin jaren 90. Eigenlijk in die tijd heb ik hem regelmatig nog wel ben ik hem tegengekomen. En live heb ik hem denk ik 2-3 keer gezien in Amsterdam. Ja. Wow, Saturday Night, my The Big Band, zus ik er voort maar even bij. Herman Brood, stierp het lijstje van mijn gastduur, Danny Panadero. En Danny, ja, dit is productioneel, maar ik Herman Brood zelf, qua timing... Ja, het is... Ja, ik vind dat het heel ingewikkeld om te zeggen... dit is hij op zijn top, maar dit is wel een van de betere opnames met hem. Hè? Absoluut, ja. Absoluut. Ja, als ik, er staan er nog, de Route 66 staat erop. Going to the City staat er, heeft hij gedaan met Big Band. Echt wel van die klassieke platen, maar... Ja, qua timing. En je voelt gewoon dat hij er zelf ook heel veel plezier aan beleefde... Ja. Om voor zo'n Big Band te mogen staan... Ja. Dus dat zijn de pareltjes. Helpt zijn opname nou nog mij het oefenen en het voorbereiden van die zelf mij... Bijvoorbeeld met de 29e stuurde mij de Big Band de eerste keer. Letterlijk is dan nog paaspoep daar. Ja. Maar helpt hij dit? Absoluut, absoluut. Op draag is maar in de auto bewezen voor spreken. Ja, maar... dit staat eigenlijk nu de laatste tijd... staat dit gewoon voortdurend op mijn oortjes. Het is een timing weer echt goed op dit nummer. Hè? Absoluut. Hij, en om dat te evenaren, ja, dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Dus ik zal mijn eigen draai eraan moeten geven. Maar hij, je kunt er wel heel veel van leren. Ja. Dat is hetzelfde als wat Paul Enka heeft gedaan met bekende nummers. Ja. Daar zullen we ook een paar nummers van doen, van Paul Enka. Maar als je dat dan ook hoort, het is gewoon zo lekker. Het sleept, het hangt, het is dansbaar. Het is, ja, je krijgt gewoon... het overweldigende van zo'n orkest... Ja, maar kun je heel veel van leren, ja. Absoluut. Ja. Ja. Wat een contrast met Dennis Autopaleis dan. Wat een contrast met Dennis Autopaleis. Ja, zeker, Willem. Maar ja, weet je, het is... Hoe dat soort nummers prutsen, hè? In hoeverre bemoeist u die met de productie van dat soort nummers? Want best een paard ik mij een bon. Ja. Bist bij jezelf die opnames, de productie van... Absoluut. Ik werk... Van A tot Z? Ik werk van A tot Z alles in eigen beheer. Dat begint het al mee. Hè. Dus ik heb geen platenmaatschappij die mij opdringt van... je moet nu zo'n plaatje maken of je moet nu met die werken samenwerken. Ik doe alles zelf. Daarom heb ik ook niet zo heel veel. Want ik vind, je moet pas wat gaan doen als je ook daadwerkelijk de inspiratie hebt. En ook daadwerkelijk het idee van, nou, nu ga ik iets opnemen. Nou heb ik wat. Ik werk heel veel met een vaste producer. Vaste studioman, componist ook. Robert Dorn, ik weet niet, die ken je natuurlijk ook wel. Ja. Ook uit Leeuwarden. Ja. Studio aan huis, dus dat is ideaal. Het is voor mij altijd een pokken te reizen. Maar ja, het is ook zo ontstaan. Je vraagt iemand en je bent op zoek. Hij had toen, Robert had toen, een plaatje gemaakt voor het Songfestival. Dat is het niet geworden, maar ik vond het een steengoed plaatje. Ik denk, nou, ik kan hem allicht eens vragen. En sindsdien werken we altijd samen. Dus alle nummers die ik heb gemaakt, die heb ik samen met hem gemaakt en geschreven. Ja, want toen had je nogal wat nummers maken intussen, hè? Wow, ja, het valt eigenlijk ook best wel mee. Of je dat meer of die 20... gevoel erbij? Ja, ik denk dat het een gevoel is. Ik denk, ik kan ze zo... ik kan ze nog makkelijk op twee handen tellen. Ja, handjes. Ja, ik heb nog nooit een album gemaakt. Weet dat net niet? Nou... Dat zit ik wel eens aan te denken, ja. Nou, kun je me voorstellen. Om te zeggen van, ik wil eens gewoon echt 2, 3, 4 weken lang in de studio alleen maar bezig met muziek maken. Ja. Maar dit, ja... Of een greatest hits. Of een greatest hits, ja. Maar ja, goed, ik heb een... In Big Band uitvoering. Nou ja, dat is wel iets wat ik, vooral met deze Big Band, wel het overwegen waard is om dit nog eens... een soort live
semi-live album te maken met die big band. Maar dus, wat vind je dan ook de beste noemer? Zelf? Ja, ik ben nog steeds... Het nummer wat gewoon ook zo omhoog is gekomen vanuit het niets, wat ik zo heb bedacht en wat ook uitgekomen is zoals ik het bedoeld had, dat is toch het nummer Ik heb een hit omdat er Fuck You in zit. Ja, dat is ja, en dat is in die tijd had je natuurlijk nog geen weinig Spotify. Dus het nummer doet op Spotify steeds helemaal niet zoveel. Je hoort het nooit op radio. Geen enkel nummer van mij hoor je op radio. Ja, Radio NL draait... Autopaleis nu regelmatig, maar dan moet je het wel aanvragen. Maar voor de rest is er natuurlijk geen enkele station wat mij... Ja, jullie draaien mij gelukkig nog eens. Maar ja, Fuck You was echt een nummer wat in die tijd, 2010... Je werd doodgegooid met die nummers met Fuck You erin. Nou, Rage Against the Machine. Dat was al ver daarvoor natuurlijk, hè. Fuck you, I won't do what you told me. Ja, fuck you very, very much. Van wie was dat ook alweer? Perry, ja, Lily Allen was het. Lily Allen. Ja, Lily Allen had je. En dan had je nog... fuck you. Fuck you. Van wie was dat ook alweer? Ja. Allemaal, nou, ik heb op een gegeven moment de Fuck You 25 gemaakt. Die staat nog ergens op Spotify. Die kun je gewoon opzoeken, hè. De Fuck You 25. Nou, niet. Het was echt een beetje een hype. We moeten Fuck You doen, want anders dan scoort het niet. Dus ik had op een gegeven moment, ik liep gewoon op straat. Ja, je hebt op een gegeven moment maar pas een hit als er Fuck You in zit. Ik heb niet omdat er Fuck You in zit. Ik heb niet omdat er Fuck You. Nou, toen had ik het refreintje al. Ja, en het is natuurlijk ook een nummer, ja. Wees eerlijk. En de Big Band gaat hem dus ook doen. Ah, ja. Kijk. En die zitten zo af en toe van verrek. Het lijkt een heel simpel nummertje, maar er zitten 5 modulaties in. Die trompetisten die lopen rood aan, kan ik je vertellen, hoor, aan het eind. Ja. Dus nee, ik vind dat toch wel het nummer wat voor mezelf qua tekst... Dat zijn van die nummers die schrijf je in een kwartiertje. Die zijn er eigenlijk al in je hoofd. Ja, precies. Die hoeven alleen nog maar even opgenomen te worden. Ja, ja, ja. En dat zijn vaak toch wel de nummers die... ja, en wat ik nu heb... De grootste verbazing van nu is de Dennis Autopaleis. Een nummer wat al geschreven is in 2009. Voor een reclamecampagne. Ja. maar wat voor gedoe had hij nou weer omheen gehoord dan? Ja, Willem, heb je even? Ja. Ja, nou. Willem, ik zit gewoon lekker thuis aan een potje bier. En ik kijk even wat op mijn telefoon. En ik krijg via Instagram krijg ik een berichtje van een van mijn grootste fans van het eerste uur uit Nijmegen. En die houdt alles bij wat met Danny Panadero te maken heeft. En die zegt, Danny jongen, je wordt gekopieerd. Gekopieerd, dus ik open een filmpje. En er is een of andere Pipo, een autohandelaar. Autobedrijf uit, zal ik de naam noemen, Tilburg. Die dacht, weet je wat, ik ga dat nummer van Danny even jatten. En ik zet mijn eigen naam eronder. En dan ga ik met Carnaval, ga ik leuk scoren. Want Danny Panadero is toch niemand die Danny Panadero kent in Tilburg. Dus weet je, dan heb ik even een leuk liedje. Die is voor mij, hè? Ja. Die is voor mij. Nou ja, daar dacht ik natuurlijk heel anders over. Dus ik heb meneer even gebeld. Ik zeg, joh, ik weet niet waar je mee bezig bent. Maar dat nummer is van mij en niet van jou. En als je daar wat mee wil doen... ja, dan zul je toch even toestemming voor mij moeten hebben. En die toestemming heb je niet. En die ga je ook niet krijgen. Waarom net trouwens? Omdat ik natuurlijk op dit moment, 2023... enorm veel populariteit heb met mijn nummer. En ja, wat ik al eerder aangaf... Willem, ik word niet gedraaid op radio. Niet op tv. Wat dat betreft lijkt het wel alsof je een haasje niet betaalt... Dan word je ook niet gedraaid tegenwoordig. Dus ja, ik moet het hebben van mijn Spotify-streams. Ik moet het hebben van mijn bekendheid met live optredens. Daar moet ik het van hebben. Dit jaar, of eigenlijk vorig jaar, 2022... is ook het jaar dat ik word geboekt vanwege Dennis Autopaleis... en niet vanwege Danny Panadero. Dat mensen ook zeggen zo af en toe... oh, ben jij die kerel van Dennis Autopaleis?
dat ze dus niet eens weten wie de artiest is. Dan zit ik er toch niet op te wachten dat ik straks Jochems Autopaleis, Willems Autopaleis, Pieters Autopaleis, allemaal op Spotify. Ja, dat scheelt mij dus. Ja, nou goed, en dus ben je naar de rug gestapt? Uiteindelijk liep het zo ver op dat, ja, dat meneer niet wou luisteren. En vlak voor carnaval pleurde hij alles weer online. Dus ik zei, ja vriend, zo gaat het dus niet werken. Dus via een advocaat, ook een heel goed advocatenkantoor uit Leeuwarden, moet ik eerlijkerwijs. Ja jongen, wat ik met Leeuwarden heb, ik weet het niet. Maar ja, ik denk, dan moet het, als het niet goed is, Grieks, kan dan maar kwaad Grieks. Dus ik had uiteindelijk een kort geding aangevraagd. En met vlag en wimpel eigenlijk gewonnen. Die rechter die zei ook, meneer, u heeft het gewoon gejat. U doet precies hetzelfde. Maar het is wel een beetje wat aan de hand is momenteel. Je hebt het met andere artiesten gezien. Ze roepen dat, ja, dat is een parodie. En dan mag alles maar. Nou, dat doet Arjen Lubach, doet dat heel leuk. Maar die gaat dat niet uitbrengen op Spotify. Ja, ras entertainer Robbie Williams. Still going strong trouwens. Ja, zeker. Hij had het even rustig gehoord hier, maar hij is weer helemaal waarom. Bij de grote stadionconcerten en Let Me Entertain You. De entertainer Robbie, daarom draaien we dit? Ja, absoluut. Zijn humor, zijn bewegen op het podium. Ongelooflijke vakman, hè? Echt een vakman. Ook groot liefhebber van ons Metropoolorkest. Dus ook iemand die graag met orkest speelt. Dat hebben we dus gemeen, zeg maar. Maar wat een entertainer. Wat een ras entertainer. En ook gepokt en gemazeld natuurlijk. In de tijd dat hij... met zijn boybandje natuurlijk. Maar daardoor denk ik ook precies weet wat hij wil. En vooral ook wat hij niet wil. En gewoon echt een hele goede entertainer. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Maar dat bist u ook. Danny Panadero, Jute Gast. Het zit er haast op, dit oer bij Noorderwien. Ja, maar even vooruit blikken. Oerol natuurlijk. Gaan we Schiemerenkoog, wou ik al zeggen. Ter Schelling gaan we weer naar Oerol. Bij Onder de Pannen. Bij mijn grote vriend Sjoerd. En dat is ook altijd een feestje daar. Dat is inmiddels wel een beetje grijze golf. Maar ja, goed, maakt allemaal niet uit. Ik vind het een prachtige haarkleur. Dus dat van deze blond zeker? Ja, dat is blond. Hoogblond is het. Koningsdag natuurlijk, voor de mensen die het leuk vinden. Sta ik weer op het strand van Aruba. Palm Beach. Aruba, ik heb nog wat optredentjes, even kijken. Nou, het Scootje Chili in Friesland natuurlijk. Hè. Dus daar zal ik regelmatig over weer. Ik sta in Grauw, ik sta in Langweer, Lemmer twee keer. En er komt vast nog wel wat bij. Dus daar gaan we nog wat leuke dingen doen. We willen met de Big Band ook nog wat aantal optredentjes gaan. Ja, en even hoe die Big Band sprutsen. Want we hadden nog steeds voor Frencher, 29 maart. Daarna is het een paaspop. Maar dat hele project, om het zo maar zo te drukken met de Big Band, dat geldt ook nog voor 2024. Maar ja. Er komen nog meer. Ja, wij willen eigenlijk, dit is een beetje een opstart. Het feit dat we op paaspop staan is natuurlijk het cadeautje wat we al kregen. Maar we willen toch zeker ook gaan proberen om op meer leuke plekken te gaan staan. En dus we zijn echt een beetje aan het lobbyen en aan het mensen uitnodigen, ook voor het optreden op 29 maart, om eens even te kijken en of ze misschien Danny willen boeken met Big Band. Hè? Dus dan moet je denken aan wat grotere festivals of wat. Maar dat kan overal zijn natuurlijk. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ik zat al aan te denken aan een Friesraadfestival. Of wat heb je nog meer? De Admiraliteitsdagen. De Agrarische Dagen. Oerol in de provincie is de genoegte door. Oerol 2024. Hè? Ik bedoel, het is ook belangrijk om die combinatie tussen de professionele muzikanten en de amateur muzikanten. Je weet hoe dat is. We hebben die 2 jaar corona gehad. Er zijn een hoop mensen afgehaakt. Orkesten hebben het best moeilijk. Gewoon financieel. Maar ook gewoon om nieuwe mensen te werven. Het wordt over het algemeen. Worden orkesten. Het wordt steeds ouder. Met de nieuwe aanwas. Dus het is best belangrijk. Omdat mensen ook eens zien hoe verschrikkelijk leuk het is. Om in een orkest te spelen. Ja toch? Het wordt een mooi jaar, Danny. Het wordt een topjaar. Danny Panadero. We gaan elkaar vast nog veel zien, Willem. Ik vond het leuk dus te vieren. Ja, ik ook.
Is er iets van een site, Facebookpagina of een andere manier waar mensen nou, die volg je kennen? Nou, sowieso sta ik op alle socials. Dus het is van Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Alles met Danny Panadero. Mijn website heb je natuurlijk www.dannypanadero.nl. En mensen kunnen zelfs nog naar www.thevoiceofholland.nl gaan. Want die is direct gelinkt op Danny Panadero. Dus dat maakt helemaal niet uit. Wat ik al zeg, de agenda. Ook met mijn socials worden straks. Daar zijn we ook druk mee bezig. Om dat allemaal wat op de graden. Dus, mensen hoeven alleen maar even naar de website. Mijn agenda staat erop. Dus u kunt het maar overal zien. Nog hier een nummer. The Rolling Stones. Ja. De absolute klassieker Sympathy for the Devil. Ja. Maar ze toch even uitlezen. Waarom? Gewoon. Dit is het. The real deal? Ja, nou weet je, ik ben gewoon ontzettende fan van Mick Jagger. Het feit dat die op die leeftijd nog zo beweegt op het podium, dat is jaloersmakend. En dat is eigenlijk ook zoals ik het zou willen. Dus ik wil ook op die leeftijd nog steeds zo kunnen bewegen, zo kunnen zingen. Het is een entertainer, het is een, volgens mij is het ook best een hele aardige kerel. Iemand die... die gewoon het publiek nog steeds weet te vermaken. En dat is heel bijzonder, vind ik. Tot op zulke hoge leeftijd. Dankjewel. Alsjeblieft.